En Rabinder Parmeser, assembleelid van de NDP, is van mening dat slechts één groep ambtenaren die boven een bepaalde schaalreeks zijn ingedeeld, profijt zullen hebben van de nieuwe belastingsschijven die in de maand januari zullen worden geïntroduceerd. Vandaag vindt in het Hoogste College van State de behandeling plaats van de ontwerpwethoudende nadere wijziging van de inkomstenbelasting 1922. Parmeser, die ook lid is van de commissie van rapporteurs, staafde zijn mening aan de hand van een loonslip van een ambtenaar die door de nieuwe regeling een volgens Parmeser dode mus zal overhouden. Het kwam erop neer dat deze regeling, dat zal gelden voor ambtenaren in hogere schalen, zoals ik u aangaf, hoger dan schaal 8a, beginperiodieke. Want 8a heb je periodieke, met periodieke later wordt het hoger. Daarom heb ik het over beginperiodieke. Iedereen daaronder zal er niks van merken, terwijl die het op dit moment het zwaarst zijn getroffen. Voorzitter. Ik vraag of de minister van Binnenlandse Zaken, waar we herhaaldelijk aan haar gevraagd hebben, herhaaldelijk voorzitter, ons de juiste cijfers kan presenteren van ambtenaren op wie deze regeling van enige betekenis zal zijn. Parmeser accentueerde dat er een groep ambtenaren is die door de komst van de nieuwe belastingsmaatregelen in 2022 buiten de boot zal vallen. Een groep tussen de 45 en 40.000 ambtenaren beneden schaal 8 zullen het volgens de volksvertegenwoordiger behoorlijk moeilijk krijgen. Hij zegt dat er andere manieren zijn om geld in de kas van de overheid te krijgen. VAP-parlementariër en voorzitter van de commissie van rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin, reageerde fel op de opmerkingen van zijn collega. Als hij zo overtuigend aangeeft dat er corruptiegevallen zijn en hier heeft de president opgeroepen, stapt u naar het Openbaar Ministerie of brengt u hier aan de orde? Laten we het bespreekbaar maken. Wij zouden nooit moeten toestaan. Maar het is ook goed om ook die samenleving, precies zoals het geachtelid Parmeser zegt, voorzitter, en hier uitdrukt, dat er afgeroemd moet worden, dat we ook mee moeten zingen hoe we tot deze situatie zijn geraakt, om nu te moeten afromen met die monetaire financiering van bijkans, zeker in de laatste twee kwartalen en eerste kwartaal van 2020, 2019 en 2020, met bijkans meer dan 8 miljard aan monetaire financiering. Gayadin zegt verder zich niet te kunnen voorstellen dat Parmeser van mening is dat de regering het volk benadeelt. De VHP-fractieleider stelt dat Parmeser het volk niet voor de gek moet houden en de juiste weergave van zaken moet geven.